You're so lovely, Katie. Oh, my face. All I see is you. Waar is dat nou toch goed voor? Ik vond het net zo leuk. Ik kan al vaak genoeg naar dat ding kijken. Praat niet zo tegen je moeder en zet de toestel weer aan. Nee, laat maar, Willem. Er is toch niks aan de hand? Nou, wat is er nou weer? Zeg op. Hou jij je rustig. Met mij is niks aan de hand. Ik wou voor de verandering eens een keer een serieus gesprek met jullie voeren. Zo. Mag het soms ook al niet meer. Zo, en waarover wou jij het dan wel hebben? Waarover? Wat dachten jullie ervan als we met het onderwerp de familie Kelder begonnen? Het lijkt anders niet erg op jullie, hè? Of ben ik soms verkeerd uitgevallen? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Toen ik zo oud was als jij, had ik net zulk blond haar. Ja, maar je kan toch niet zeggen dat er een opvallende gelijkenis is? Jij lijkt sprekend op tante Hilde. Ja, op je grootmoeder heb je ook wel wat van. Waar was welke weer gedoopt? Ja. Waarom ben jij nou ineens zo geïnteresseerd in de familiegeschiedenis? Waarom niet? Misschien wil ik mijn stamboom wel laten uitzoeken. Zonde van tijd en geld, jongen. Wat kan jou toch schelen wat er in het grijze verleden is gebeurd? Dat is toch nergens goed voor? Nou, dat ben ik niet met je eens. Dat kan heel belangrijk zijn. Vooral als je geboortebewijs nodig hebt. Dachten jullie nou echt dat je het geheim kon houden? Je wist toch dat ik vroeg of laat een paspoort nodig had? Waarom moest ik in godsnaam van een vreemde horen dat Peter Kelder niet bestaat? Geef het dan toe. Ik ben jullie kind niet. Of wel soms.